Servus! In deze video neem je mee naar een wintersportplaats met een lange skigeschiedenis. St. Anton am Auberg. We laten je het skigebied en het dorp zien en natuurlijk nemen we ook even een kijkje in de après-ski. Daarnaast geven we 5 tips voor jouw wintersport in St. Anton. St. Anton is onderdeel van Ski Auberg, een skigebied met 350 kilometer aan pistes. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het skigebied in 2019 nog groter als er een verbinding komt met Kappel in het Passnaamtaal. Het skigebied van St. Anton is erg geschikt voor de ervaren wintersporters. Je vindt hier uitdagende pistes en heel veel mooie skiroutes. Voor minder geoefende wintersporters zijn er uiteraard ook wel wat blauwe pistes. Maar zij kunnen misschien nog beter de bus richting Leg nemen, onderdeel van Ski Auberg. Daar zijn nog veel meer fijne blauwe glooiende hellingen. St. Anton trekt ook veel off-piste skiers aan. En als er verse sneeuw is gevallen, levert dit nog wel eens wat zogenaamde poederstress op. Iedereen wil zo snel mogelijk naar boven om de eerste sporen te trekken in de verse sneeuw. Terwijl St. Anton geen typische familiebestemming is, is er toch een prima kinderland in het dal. Voor een wintersporter St. Anton moet je dieper in de buidel tasten dan gemiddeld in Oostenrijk. Maar daarvoor krijg je dan wel een skigebied waar zelfs de meest verwende wintersporter na een week nog niet uitgekeken is. De piste tip voor St. Anton. Als het op een dag als vandaag, waar het super mooi weer is en iedereen op pad is en het druk is, aan deze kant van het skigebied bij de Kaltzichtbaan en Kampen, ga dan eens een keer hierheen, naar Rendel. Heel veel mensen vergeten dat deel van het skigebied en het is er vaak een stuk rustiger. Bovendien hangt er bij Rendel een gezellige en relaxe sfeer en vind je hier tevens het snowpark. Iedereen kent de Mozenweert natuurlijk van de après-ski. Maar wist je dat ze ook een hele goede keuken hebben? Je kan een hartstikke lekker lunchen. En in de loop van de middag barst het après-ski-feest los in de Mozenweert. Dit is een van de beroemdste après-ski-tempels van Oostenrijk. En hier worden ook jaarlijks heel wat benen gebroken tijdens de dalafdaling. Want je moet namelijk nog een stukje naar beneden. En eenmaal terug in het dorp zijn er nog genoeg tenten om uit te kiezen voor de gezellige après-ski. Aan après-ski geen gebrek in St. Anton. In het skigebied kun je onder andere naar de Heusteddel, Crazy Kangaroo en natuurlijk niet te vergeten de wereldberoemde Mozenweert. Maar ben je nu terug in het dorp, dan is het hier heel gezellig met live muziek Piccadilly. De restauranttip, dat is museum. Het is niet alleen een museum, maar je kunt er ook eten. Het is wel een beetje exclusief en wat duurder, maar daar heb je wel wat bijzonders. Houd je van winkelen, dan zit je hier ook goed. Er is een gezellige, lange, autovrije winkelstraat in het centrum. De Kaltzichtbaan achter mij is nu gesloten, maar op donderdagavond gaat die aan. Vanaf 7 uur kan je dan omhoog naar de verwalstuben en dan kan je eten. Letterlijk en figuurlijk op hoog niveau, want het is een sterrenkeuken. Bedankt voor het kijken naar deze video. We hopen dat je hem leuk vond. Heb jij nog tips voor St. Anton? Laat dan een reactie achter.